Hi, welcome to the secret life of Bionji Veldkamp. Ja, wie is Bionji? Bionji is 29 jaar jong. Ik ben transgender van Surinaams-Nederlands afkomst. Wat doe ik in mijn dagelijks leven? Ik werk fulltime. Ik werk bij COC Nederland op de projecten Respect to Love en Trans United. Nu ben ik dus 5 jaar in mijn transformatie, waarvan 2 jaar aan de hormonen. En toen is mijn lichaam gaan ontwikkelen, zeg maar. Ik kreeg meer vrouwelijke ronderingen, net als mijn borsten gingen groeien. Wat heel fijn voor mij was, want ja, waardoor ik qua lichaam en geest meer op één pagina kwam. En ja, kon staan in het leven voor wie ik ben eigenlijk. Good morning, one love. Ik ga hem nu laten waksen en dit is altijd een heel pijnlijke ervaring, maar I got to be on fleek, you know, hey. Ik ga vloggen over mijn leven en over mijn transformatie, wat ik meemaak, omdat het heel heftig is soms en dat men mij niet begrijpt, heb ik het gevoel. En natuurlijk zal je nooit door de wereld begrepen worden. Maar op deze manier probeer ik een veel grotere doelgroep te bereiken. En ook voor jongere transgenders die nog niet weten wie ze zijn of op zoek zijn naar zichzelf, hopen te motiveren en ja, te inspireren, zodat ze hunzelf kunnen zijn. Want toen ik mijn zoektocht had naar mezelf, had ik geen rolmodel dat ik zei van natuurlijk heb ik een rolmodel, maar Beyoncé, maar geen transgender rolmodel dat ik wist van, zo steekt het proces in elkaar. Of überhaupt dat ik het verschil wist tussen gender en geaardheid. Dus daarom heb ik de kracht bij mezelf gevonden om dit te doen. En het om met mensen te delen en met de wereld te delen. Zo, eindelijk nu in de metro om aan weer te komen. En ik word weer aangekeken net of ik een of ander gek ben. Maar ja, dat hoort erbij in het leven. Ik leef een risicovolle lifestyle, zeg maar. Het kan gewoon anytime afgelopen zijn. Je kan gewoon boodschapjes gaan doen en je komt de verkeerde tegen, wat men vaak zegt, wrong timing, wrong moment. En dan is het afgelopen. Dat ervaar je echt zo, dat iedere dag je laatste zou kunnen zijn? Ja, ik ben er gewoon bewust van. En als ik de deur uit ga, ik bid ook niet hoe het moet of ja, hoe men zegt dat het, maar op mijn manier en mijn band met God. En vraag me ook om over me te waken en dat ik gewoon daadwerkelijk veilig thuis weer mag aankomen. En dat zijn gewoon momenten dat je, ja, soms kan je er verdrietig om worden, maar het is gewoon de realiteit waarin we leven. Hmm. Dus ja, ik ben er gewoon heel bewust van. Ja. Heftig, BNG. Zeker, het is wel heftig. Maar ook wel heel leuk. Ik snap dat het voor jou raar klinkt, maar het is gewoon leuk wie ik ben, weet je. En ja, gewoon met wat ik doe en zo. Dus ja, dat maakt het leven weer draaglijk. Ja. Om het zo te zeggen. Ja. Lijkt me wel een voordeel voor jou dat je een grote vrouw bent. Dus dat zeker. Mensen wel twee keer nadenken voordat ze denken, oh, Bionji. En ik zal ook niet staan van slama, weet je. Als ik moet vechten, dan maar een kapotte nagel. Maar ik ga eerst wel schreeuwen van, hey, laat me met rust. Maar iedereen is een druppel. Ja. En ik kan veel hebben, maar als die is bereikt, ja, dan moet je wel uitkijken. Het is geen dreigement, maar het is wat het is. Zij ze lachend. Be yourself, je weet zelf, Bionji Veldkamp, be all you can be, one love, baby.